partij voor de goede overstijgt. De fractie in de Tweede Kamer wil dat de heer Mansouri niet wordt veroordeeld, laat staan geëxecuteerd. En dat is volgens mij van SP tot PVV, van CDA tot VVD, iedereen. Dus ik ben alleen maar trots om hier op de man te zijn. Denkt u dat het echt zin heeft? Want we zien niemand op de Jan de Kamer zitten. Nou, ik weet één ding heel zeker, dat niks doen in ieder geval geen zin heeft. En om hier te laten zien, hopelijk inderdaad met veel partijen, vertegenwoordigers daarvan, dat wij niet zullen accepteren als Nederlanders, als Nederlandse politiek en als internationale andere organisaties, dat iemand die opkomt voor mensenrechten wordt veroordeeld, zou worden veroordeeld, laat staan geëxecuteerd. Kwaad doet het nooit, en dat is in ieder geval een signaal dat het weer helpt kan. Kijk, ik heb dan zelf een iets mooi van handen gedrukt. Meneer Van Bommel. Ik dacht, kwaad kan het niet, maar heeft u echt gereden hoop dat het nou nog zin heeft om druk op Iran te zetten? Ja, dat denk ik zeker. We weten één ding beslist vandaag, dat er nog geen vonnis is uitgesproken. Maar ik heb van de ambassadeur vandaag begrepen dat de juridische procedure op zich wel tot een eind is gekomen. Dat betekent dat het wachten is op een uitspraak, die kan dus ieder moment komen. En in Iran geldt het zo dat dan ook de uitvoering van dat vonnis binnen 48 uur kan geschieden. Dus druk op Iran, maar ook druk op de Nederlandse overheid om echt alles uit de kast te halen om dat te voorkomen, die kan er nooit genoeg zijn. Ja, gebeurt er onvoldoende dat de Nederlandse afhaalt? Nou, er is drie keer een zitting geweest in Iran waar Nederland geen weet van had. Ik weet niet of ze dat had moeten weten. Ik weet niet of ze dat had kunnen weten. We weten alleen maar dat Nederland er geen kennis van had. En met andere woorden, Iran wil geen pottenkijkers bij dit proces. En die moeten er juist wel komen.